op de dood, op schouw ik op de dood. Ik wil den dood niet helpen menen. Ja, hoe ik aan middeleeuwse muziek ben gekomen. Gerard woonde bij mij in de straat. Hij wist dat ik goed kon zingen en heeft me een keer gevraagd. Toen zijn we huisconcertjes gaan geven, mensen uitgenodigd, heel leuk. En dat doen we elk jaar. En ja, we werden gevraagd om op te treden bij vrouwengroepen met kerst. Ook wel gewoon, dan gingen we de middeleeuwen bezingen, of kerstliederen. Heel veel kerstliederen komen uit de middeleeuwen. En ja, toen wouden we ook kleding in de middeleeuwen. Dus zijn we gaan zoeken op internet waar we dat konden vinden. En hebben we middeleeuwse kleding laten maken. Nou, hier is het allemaal mee begonnen. Ik speelde klassiek gitaar en ik wilde luid kopen, luid gaan spelen. En toen belde ik een bedrijf in Amsterdam, want ik kom uit Bussum. En ik kreeg een muziekwinkel aan de lijn in bladmuziek. Ik zeg, meneer, ik wil graag een luid kopen. Hij zei, nou, dat hebben we niet. Dus staat er een man in de winkel, nou, heel toevallig. En hij zegt, geef mijn naam erop, want ik bouw ze. Ik ging naar hem toe, ik kwam bij hem. Mooi werkplaatsje. Ik zeg, ik wil een luid bestellen. Hij zegt, ja, dan moet je 2 jaar wachten. Ik zeg, wat? Zo lang kan ik niet wachten. En tegelijkertijd zag ik daar een halve luid, net zoals dit. Ik zeg, oh, dan doe ik het zelf wel. Sindsdien, 25 jaar terug, ben ik nu luiden gaan bouwen en ook harp. En voordat Sting ooit over een cd dacht te maken over de middeleeuwse muziek, waren wij al meer dan een jaar bezig om een cd te maken. En die komt dus in het voorjaar uit en hij heet geen Sting, maar hij heet Spring. Het is wel heel bijzonder als je dan Sting dezelfde muziek hoort zingen, die ik ook zing op dit moment. Zo'n bovenblad, die heb ik hier. Dit is dus een plankje, dat komt zo uit de boom. Dat sla je open, dat is een spiegelbeeld. Die koop ik in Nuremberg, vlakbij Duits, vlakbij Bumenreuth. En dan sla ik zo tegen het hout aan en dan hoor je er een klank in. Dan keur ik mijn hout daarop. Voor de klank, want er moet een mooie klank in zitten. Denk nou niet, het duurt 80 uur, dat heb ik in 2 weken klaar. Nee, het hout moet gelijmd worden. Je moet het opschuren, je moet het weer wegleggen, je moet het lakken. Er gaan weken overheen voordat je het goed gelakt hebt. En dus 3 maanden zeker om een luid te bouwen en af te leveren. Als ik u vind met uw spil en spindel.